Quick. Get me out of here. Hola amigos en welkom bij een nieuwe game video op Aldus Games. Vandaag gaan wij weer verder met ons avontuur hier binnen in het gebouw van de entities en alles. Het is hier gekkenhuis. We vliegen met deuren hier. Hoho. Als je het vorige deel niet hebt gezien, ik zal hem even in de beschrijving zetten, anders begrijp je er helemaal niks van. En holy moly. Ryan, is hij niet hier? Is hij niet hier? Kijk, hier is hij. Hoppakee. Oké, we moeten hem eerst healen. We moeten hem eerst een beetje healen. Kom op. Ryan, are you there? Ja, hij is hier. Hij is hier. 1, 2. Quick. Rustig, rustig. Ik maak hem eerst even. 1, 2. 1, 2. Oh, dit duurt zo lang. Dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk. Oké, okay, there we go. Zijn een andere been. Kom op, kom op, kom op. Ja, kom op. Oh, hij doet zo moeilijk. Hij wil niet. Hij tegenstribbelt. Oké, okay, doen we eerst de deur open. Eerst even wakker worden. Hallo. Oké, okay, druk niet. Okay. Dit moet gelukken, maar hij wil niet. Hij wil het zelf niet. Wat is dit nou hier? Oké. Okay. Yo, you know what? We gaan eerst eens de deur openmaken. Want zij wil dat. En dan is er ook geen gezeik. Kom hier, deur open, please. There we go. Ga naar binnen. Oké, dus we hoeven hem niet nog een keer te doen. Ja? Oké, nou, we hoeven helemaal niet. Wait for me. If I'm not back in 15 minutes, just go without me. You crazy? What? But Jody, we've done it. The base is destroyed. Let's get out of here while we still can. The rift is wide open. Entities are just gonna come pouring out if we don't close it. Oh my damn. Jody, we gotta go now. Ja, maar dan gaat heel de wereld eraan. You know that. Doei, Ryan. Dag. Oké, we moeten nu wat heel snel gaan doen, jongens. I need the explosives in the interrogation room. Interrogation room, waar is dat nou weer? Jongens. Ho. Oké, dat kamertje dus. Oké, dankjewel, game. Interrogation room, dat zeggen we helemaal niks. Ho! Doe normaal. Ik ben het. Ik ben een normaal mens. Precies, we gaan hem even een poepje laten ruiken. Hé, wat? Hier, daar gaan we dan hoor. Ik ga jou eens even lekker doodmaken hoor. Oh, wat zijn we toch weer lekker badass. Toch? Precies. Oké, okay, nou die is dood. Kunnen we nu even oversteken. Hoppakee. Geef een explosiefje. Dan kunnen wij weer even verder. Waar zijn ze? Waar zijn die explosives? Hier rechts? Of nee, daar ligt hij op. Daar ligt hij. Ja, pak het. Pak het. Neem het mee. Oh, dat is Ryan's tas volgens mij, of niet? Of de tas van haar gewoon. Holy moly, jongens, het beeld is zo shaky. Holy moly, man. Oké, rennen. Rennen. Oké, heel veel beesten. Heel veel voorlappen. Die vliegen gewoon voorbij. Oké, ik ga hierheen. YOLO. Oké. Oh nee, daar vliegt er een. Daar vliegt een voorlap. Oké, ik ga hier rechtdoor. Want hier is het, denk ik. Zijn we er? Zijn we er? Zijn we er? En... oh ja, we zijn er jongens. Volgens mij wel. Oh, daar wordt iemand vermoord. Gezellig. Daar is het. Daar is het. Holy moly, we gaan even kijken. Daar is de rift. Oh. Oh, ze vinden het natuurlijk niet leuk, want wij gaan nu even hun poort even dicht doen. Dit hebben we al een keer gedaan, maar dat was een kleine poort. En nu gaan we deze dicht doen. Maar deze is onder water. Wat me enorm moeilijk lijkt. Kom jongens, we gaan naar beneden. Mogen we niet naar beneden? Wat is er nou even bullshit? Oké. Okay. Zwermt er ook eentje bij me. Moeten we niet gewoon even teruggaan? Moet toch een explosief... oh, het pak natuurlijk. Hé, dat is wel handig, hè? Yeah, een pak, yeah. Zo, dat doet zo mooi. Ik wilde in onze normale kleren ingaan. Wat ben ik toch weer echt een... oh, man. Oh, kijk hoe fancy. Yeah. Kijk hoe nice. Oké, we gaan nu in het water. Nu kunnen ze ons niks toch doen. We zitten hartstikke goed ingepakt. Rustig. Stay close, okay? Ik blijf bij je. Ik ben daar ook nog bij. Oké, 1, 2. Daar gaan we jongens. We zitten in het water.
Spannend. Spannend. Ik neem een slokje. Neem ook een slokje. Wat? Holy moly. Oké, jongens, daar gaan we. We zijn binnen. Nu gaat het allemaal beginnen. It's pitch black. Oh, het is zo donker, ja. There's gotta be a light on this thing. Een licht. X. There we go, we zien wat. Oké, jongens. Dit is een hele moeilijke missie, denk ik. We moeten een explosief hier neer gaan leggen. Waardoor de rift kapot gaat. Of dicht gaat. Ik weet het niet helemaal 100 precies. Maar dit is wel even spannend, jongens. Dit is wel een spannend moment. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, hoor. Want het is ook voor mij een best wel donker stuk. Moeten we dit doen? Moeten we het hier doen? Is dit het? Nee, dat is het niet. We moeten hier rechtdoor. We moeten hier rechtdoor naar dat lampje toe. Let's do it. Ze vliegen hier helemaal rond, jongens. Die beesten. Ik noem ze gehoorlappen, maar... Oh. Hallo. Hier zwemt iemand. Of nee, die is dood. Maar, hoe heet het? Ik noem die beesten gehoorlappen, maar we kunnen ze ook gewoon boosdoeners noemen ofzo. Want ze horen niet... Ja, ja, gehoorlap kan ook wel. Maar ik vind het ook weer zo cliché als we het zo noemen, hè? Ja, precies. Oké, jongens, daar is die. Daar is de poort. Holy ballen. Holy ball, precies. Ik heb het goed gezegd. Oh my damn, die beesten worden boos hierom. Oh, die worden zo boos. Moet ik hem hier op plakken? Oké. Okay. Jongens, ik vind dat het zo eng worden, want de game gaat dan 7. En dan lijkt het net alsof het een heel groot, moeilijk stuk komt, waardoor je heel vaak dood kan gaan. En dat vind ik zo vervelend. Dan denk ik zo van, oh nee, nu wordt het echt moeilijk. Oké, okay, we moeten steeds explosief op die soort grote stokken plaatsen, palen. En ik denk als we die dan af laten gaan, dat alles kapot gaat. Deze plakken we even op. Oké, okay, met een kauwgompje. Lekker erop plakken. Nee, is oké. Okay. De laatste paal gaan we daar nu heen. Er staan 3 palen, want net stond er nummer 3 op. Dus het lijkt me ook wel zo. Ik ben benieuwd wat er nu eigenlijk gaat gebeuren. Ik ben echt benieuwd. Ik heb geen idee. Ja, we gaan het opblazen. 3 minuten. Oké, we moeten rennen. Moeten we het zelf doen? Dat wil ik niet. Als ik dat zelf moet doen... Oh my damn. Dat wordt nog wat. Oké, ja, we moeten het zelf doen, jongens. Oké, ik ga rennen. Ik ga rennen naar boven. Die dingen gaan over 3 minuten af. Oké, ik hou de tijd ook in de gaten. Ik weet niet of het echt 3 minuten zijn. Oké, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik loop zeker weer verkeerd. Oh nee, ik loop echt verkeerd. Shit. Oh, dat vind ik helemaal niks. Kom op, Roy. Oh, hier is het licht. Let's follow the light. Zo is toch een liedje? Waar moet ik heen? Waar moet ik in godsnaam heen? Ik vind het niet meer leuk. Ik moet hierheen. Ik moet hierheen. Oh man. Ik loop zeker weer verkeerd. Ho. My damn. Wat was dat? Ho. Ho. My damn. Nee. Nee. Oh my damn. Een mega beest. Ik kan niet rennen. Ik kan niet rennen. Rennen Roy. Rennen. 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 Ik moet keihard rennen. Holy moly. Is dat niet je itzel? Nee, het is een aal of zo. Oh, that music though, jongens. Oké, ik moet echt rennen voor mijn leven. Letterlijk rennen voor mijn leven. Ik heb heel weinig lucht. Ik moet naar boven. Oh yes, we zijn er. Ga naar boven. Ga naar boven, ga naar boven. Ga naar boven. Ga naar boven. Ga naar boven. Oh yes, we gingen hier boven. Ik werd al een beetje bang. Oké, jongens, we hebben het overleefd. De bommetjes liggen er. Die gaan straks af. Oh, en dan wil ik niet weten wat er gaat gebeuren. Zo, hoppakee, klaar ermee. Doe normaal. Doe normaal. Flikker op. Pardon. Dat zeggen we hier niet, hè? Dat zeggen we hier niet, kering. Dat zeggen we hier niet. Bam. Lekker in je smoel. Oh ja, oh nee, dat gaan we dus niet doen, hè? Doe normaal! Doe normaal! Wat een idioot! Wat een idioot! Oké, jongens, gadverdamme! Eeuw! Holy moly!
We gaan niet daarmee slaan. Ben je helemaal mal? Dat doe je toch ook niet op de basisschool? Doe je het bij je vader en moeder? Doe eens even normaal, man. Doe normaal! Nee, je flikkert maar gewoon. Oh, ik word echt boos. Doe normaal. Neem hem mee. Neem hem mee. Oh, madame. Nee, naar rechts. Hij vindt het nog grappig ook. Hij zit dood te lachen. Nou, ik dus niet, hoor. Ja, goed zo. Ding was je ook kwijt. Doe normaal, man. Nee. Doe het niet, alsjeblieft. Nee. Oké, dit wordt een probleem. Als het glas breekt, dan hebben we een heel groot probleem. Doe normaal. Echt een idioot. Oké, sorry, dit deed ik verkeerd. Oh, mijn god, man. Doe is normaal, man. Oh, doe is normaal. Nee. Aiden. Yeah. Yeah, man. Doei. Dag hoor. Dag hoor. Yes. Oké, maar nu wordt het ook een probleem voor ons. Kijk, nu gaat hij ons pakken. Nou, ik denk het niet. Rennen voor ons leven, jongens. Oké, rennen voor de leven. Oh, my damn, rechts. Die muziek. Ik heb letterlijk kippenvel op dit moment. Dat mag je best weten. Oké, rechtdoor, Jody. Rechtdoor. Blijf van me af. Blijf van me af. Je blijft van me af, vieze vuile. Als je me een Amerikaanse bitch noemt, dan noem ik jou een stomme Chinees. Sorry, no offense. Oké, rennen, rennen. Holy moly. Dit gaat echt niet goed, jongens. Gekhuis. Oh, heel veel water. Nee. Nee. Oké, we moeten opschieten. Moet opschieten. Jongens, ook dat Chinees, dat bedoel ik echt niet zo. Maar hier, in dit spel bedoel ik het. Oké, hier naar boven. Sprinten. Deze. Ik heb nog nooit driehoekje gedaan. Wat een hipster ding. Oké. Oh, die muziek, jongens, gaan we het overleven? Ik hoop het. Let's go. Oh, ik vind dit zo filmachtig dit. Ik vind dit zo vet. En dit is gewoon een spel. Oh, keiveel water. We zijn er bijna. Oh my damn. Oh my. Holy damn. Is hij weg? Wat een droplul. Is hij echt weg? Daar is die. Oh, hij is er toch. Hey. You didn't think I let you down, huh? Hey, gaan we nog? Bye. Snel, gaan. Varen. Oké. Zo. Dat is een bommetje. Holy moly. Jeetje. Oh. What the fuck happened? Dat weet ik niet. Iets zat achter ons aan. Knopje. Doe het. De shockwave killed the boosters. Oh nee. De boosters toch. Daardoor kunnen we niet meer hard gaan. We're gonna drown. Nee. Gaan we zinken? Maybe we can make it to the top alive. Nee, we gaan zwemmen. Ja. Yeah. Sounds like a fucking good plan. Oké, gaan we het doen? Ja, we gaan zwemmen. Kom maar. We gaan zwemmen. We moeten wat doen, jongens. Anders zitten we hier en gaan we helemaal dood. XXXX. There we go. Oké. Zwemmen voor ons leven nu. Oh, dit is zo hoog. Oké. Let's do it. We zwemmen. Dag, onderzeeër. Gaan we het halen? Ik zou het niet kunnen. Wow, waar zijn we? Oh, het is natuurlijk ijs. Het is min 40. Dat het water niet is bevroren, jongens. Oh, naar boven, jongens. Ik weet niet of Ryan hem heeft gehaald. Kom op. Ik druk keihard. Jeetje. Oh my damn, weet je hoe koud... Hoe koud heeft hij het wel? Oh. Oeh. Dat is koud. Dat is K-O-U-E-D.
fucking naar hem. Still angry with me? No. Hij heeft ons gered, jongens. Ik heb het te koud om boos te zijn. Never time to tell you this, but I love you, Jody. This is very romantic. What we need is some candles. But I wanted you to know, just in case we die here. Oh. Right. Toch weer liefde in een spel, hè, jongens? So how about you? Ik hou niet van drop. Lulletjes. Do you love me too? Oh, my damn, ik moet het nu zeggen. Oké, zullen we het doen? Ja. Oké, ja, sorry, ik moet er gewoon eventjes een pauze ervoor houden. Ja. Heel sarcastisch, ja. Ja. Oh. Great. Great, nu ben ik dood. Oh, grapje. Nee. Jongens. Een droplul. Zou ik steeds nog vastgeplakt? Door de kou. Oh nee. See you on the other side. Nee, we gaan niet dood. Of gaan we wel dood? Nee. Jongens. We zijn toch niet dood? We zinnen weer. Dat kan niet. Oh, is dat een mattie van die Chinezen of niet? Ja, dus. Hoi. Ja, en wij zijn dood. Oh nee, worden we nou meegenomen? Ik heb geen idee. Maar jongens, dat gaan we in het volgende deel zien. Van Beyond Two Souls. En dan gaan we nu weer terug in de tijd. Waar we best wel... voor de party. En dat was zo'n leuk stuk. Dan zijn we een soort teenager. Gewoon een tiener. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze aflevering van Beyond Two Souls. Ik hoop dat jullie het een leuk deel vonden. Good night, princess. Good night, princess. Jongens, als je dit zelf hebt gekeken. Good night, princess. Precies. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze deel van Beyond Two Souls. Als je het nou een leuk deel vond, vergeet dat niet een duimp omhoog te doen. En als je hem ook leuk vond, doen we dat nog steeds. En wij zien jou, of nee, ik zie jou de volgende keer weer. En jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.